Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik met Jordi Leesmanuaya. Zoals jullie misschien kunnen zien, het waait nu op het moment niet heel hard meer. Maar straks waait het echt ziek hard. Het regent ook een klein beetje. Het is gewoon fiets nu. Dus we dachten van, ja, Jordi kan niet zo'n goede manual. Laten we manual leren. Yeah. Want ik ben... Jij bent gewoon expert, jongen. Ik kan het echt totaal niet. Dus we gaan zien wat ik ervan ga bakken. Ik zal wel even mijn fiets pakken. En dan doe ik hem wel een keertje. En dan daarna gaat Jordi hem proberen. Oké, Tristan is dus zijn fiets aanpakken. En met dat we willen beginnen, begint het weer f***ing hard te regenen. Tristan, gaan we eerst schuilen, want het regent f***ing hard. We gaan eerst even onder de boom staan. Het regent. En nu? We gaan gewoon beginnen. F*** it. Oké, dus. Jongens. En meisjes, dames en heren, appels en peren. Zoals jullie misschien al op de achtergrond hebben kunnen zien, hebben wij een klein baantje uitgezet. Of baantje. Het zijn een aantal meters. De goal is om vandaag 15 meter manual te doen voor mij. Tristan die gaat het gewoon nu eerst even een keertje laten zien. Let's go! Oké, dat is al... Nou Tristan, dat was alweer 20 meter jongen. Ja, zoiets. Ja jongen, ik werd opgehouden door die auto. Oké, nou is het dus aan mij de taak om die 15 meter te gaan halen. Heb je nog verder nog tips voor mij? Ja, lean back man. Oké, let's do it. Vertel me gelijk even wat ik nu fout deed. Je gaat scheef, minder pull-up, dus minder trekken, maar meer hangen. Poging 2. Oh. Oh jongen, je draait. I destroyed the course. Wat doe je? Shit. Wacht, pauze. Ja, we zijn er weer. De auto staat weer rechtop in de grond. En ja. Ik wil gewoon uiteindelijk zulke goede manuals kunnen dat ik gewoon net als jou gewoon... Vandaag gaat het lukken. 10 meter komt ie. Yeah. Wat doe je Jordi? Ik heb snelheid nodig. Oh. Come on Jordi! Die gaat sowieso fout. Een voorbeeldje nodig, denk ik. Ja, doe even een goeie voor en eentje hoe het niet moet. Zo. Ja, dat was zelfs nog beter als die van mij. Ik kan beter gelijk hier op 30 meter gaan staan, want hij rijdt heel de parkeerplaats uit. Kijk, dat bedoel ik. Dat is gelijk 40 meter of zo. Je moet proberen, zeg maar, als je manual op een gegeven moment zo vroeg mogelijk en dan lokken. Het ziet er gek uit zonder body jou man. Kan ik niet aan wennen, net als... Ik dun hè? Ja jongen, gek gespierd ineens. Oh, het was bijna 10 meter. Bijna 10? Ja, je kan tot en met daar ofzo. We are still going in the rain. Jee, yeah, survivors jongens. Ah, Ik heb geen grip meer op voorwiel, ja, dan krijg je geen noppenbanden. Hey. Watch this. Oh, waarom rem je nou? Ja. Niet rem! Gee, je was ver. Opnieuw. Kom op, jongen. Jordi is steeds closer, maar. Ja, ik snap het wel. Want je denkt, kut, ik ga achterover, ik rem. Maar ja, aan de andere kant, als je zo'n rem hebt die zo snel werkt, is het een beetje. Die zijn. Here we go! Nee! Wat doe je? Gee, jongen, nog... Ik leef wel van die remmen! Ja, dat zeg ik. Als je niet remt, jongen, gek. 10 centimeter, jongen. Ik zag echt zo mijn voorbeeld zo voor de lid. Oké, kom op, jongen. Let's get it. Lean back. Eindelijk! Lekker pik! 15 metertjes! 15 meter gek, kijk dan! Vanaf daar helemaal tot en met hier! Ping ping! Lekker pik, lekker! Eindelijk pik! Ja, maar dan heb ik gelijk ook wel voor jou. We gaan eventjes naar de pumptrack. Ik denk dat jij wel kan om zo'n hele een van die twee kanten, mag je zelf kiezen welke. Gewoon helemaal manual. Helemaal? Ja. We kunnen dat proberen. Yeah! 3, 2, 1! Oh, pumptrack. Staat de pumptrack. Ja. Yeah. Ik heb wel gecalled om dit een van deze twee dingen helemaal te doen. Maar het is up to you. Welke kant? Ik denk dat ik die rond nu links ga doen. En daar heb ik wit mee. Let's get it, boy. Let's try it. Yeah, boy.
bijna achterover. Ja, en in de grass. Ja. Oh! Eentje nog! Even tussendoor. Wat zijn we aan het doen? Fucking hell! In ieder geval, ik denk dat we die shit gaan afsluiten. Nou, vergeet zoals altijd niet te abonneren op mijn kanaal. Ook op mijn kanaal. Sowieso, Jordi's kanaal staat gewoon in de beschrijving. Aan het eind van de outro staat sowieso ook. Kun je gewoon aanklikken, abonneren. Vergeet sowieso niet te liken. En laat een leuke comment achter. En zoals altijd, peace. One time for my LA sisters. One time for my LA hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her.